was druk, hè, vorige week. Deze week. Oh, vorige week, ja. Vorige week was zo druk dat... Dus eigenlijk is dit workshop 61,5. Ja, zou zij dat kunnen doen. Goedemorgen! Of goedemiddag. Of een hele goede avond. Je kunt ook nog even met z'n avond kunnen. Of goedemiddag. Of een hele goede avond. Want we weten nog steeds niet wanneer je zit te kijken. Hartelijk welkom bij weer een hele nieuwe aflevering van Mensje op TV. Deel 61. En een half. Eigenlijk. Overdrijf je niet een beetje allemaal. Ja, maar ik wil eventjes tegen de mensen zeggen. Sorry dat we er vorige week niet waren. Nee, we waren er wel. Maar Mensje op TV was er niet. Nee, want het was het Sinterklaas natuurlijk. Sinterklaasperiode. En het was een beetje druk. Ja. Klein beetje. Dus we hadden gewoon geen tijd om een aflevering te maken. En voordat ik het wist, kregen we een mailtje van, hé, waar blijft Mensje op TV? En toen zeiden we, Mensje op TV? En toen gingen we kijken. En toen dacht ik, shit, dat is waar ook. Nou, dus eigenlijk zie je gewoon een smoesje te verkopen. Want je zegt dat het te druk was. Het maar was eigenlijk zijn we het vergeten. Vergeten door de drukte. Oké, dat vraag ik. Oké, oh, jongens. Goed, vorige week, nee, over 3 weken geleden hebben wij eigenlijk een schrapje gezegd van, nou, deze kaart geven weg. Wat hebben we vandaag in de Magic Shop? Oké, nee, ga maar. Wat hebben we vandaag in de Magic Shop TV? Gep. Ja, nou, we gaan onder andere bekend maken wie de kaart en het spel gewonnen heeft. Ja. We doen een leuk klein trucje, dat heet 1. Op 6. Ja, en dit is een... Een drukveld. Ja, dit is een duur. Dit is een collectors item. Ja, is dat 1 of 6. Ja, maar het is 1 op 6. Goed. Ja. Ook dat kwam weer door. Wat doen we ermee? We doen, of laten iets zien, in ieder geval met het Phantom deck. Ja. En we hebben één van de nieuwe Tenyo's. Want Tenyo's komt natuurlijk weer uit. Of is uitgekomen. We hebben ze al een tijdje in voorraad. En we doen er 1 van. Oké. Okay. Dus kies eens een Tenyo. Kijken, doe die maar. Ja, oké, okay. Onthoud hem. Nee, dat komt straks. En we hebben natuurlijk weer een deck review. Oh, dat wist ik niet. Nee, dat weet ik, maar we gaan straks wel met de reviewcamera en dan zoek je weer een mooi deck uit. Nou, zullen we eerst maar beginnen met de bekendmaking? Doe maar. Ja, dit was natuurlijk eigenlijk een beetje een grap, weet je wel, van hey, we geven hem weg. Maar er kwamen zo verschrikkelijk veel leuke reacties op van jullie allemaal van, hey, ik wil hem, ik spaar je, ik ben fan en zo. Dus toen dachten we, nou, we maken er nog, nee, grapje. we hebben gewoon eigenlijk gekeken en we hebben alle namen hebben op een lijstje geschreven die zeiden van ik wil die kaart wel via ons YouTube kanaal en via magicshoptv.nl. Ook een aantal reacties en volgens mij op ons Facebook was ook 1 of 2 reacties, maar dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar goed, we hebben al die dingen bij elkaar gedaan en degene die, moet ik het wel goed zeggen natuurlijk, dat het niet degene is die... Degene die deze kaart opgestuurd krijgt, gewoon helemaal gratis, is... Magic Wisse! Hey, coole! Dus stuur eventjes ons een e-mailtje met jouw adresgegevens. Want anders dan, we kunnen wel foto's maken en naar je opsturen, maar dat is dus... Wisse, deze is, komt jouw kant op. Ja? Mooi mat trouwens, hè? Ja, mooi mat. Ja, dat je ziet hem maar niet. Nee, je ziet het niet. Het lijkt wel Black Art. Ja. Het lijkt wel een beetje Kopper.nl, Gerkopper.nl, Black Art. Nou, dat heeft geld te zijn. We hebben ook nog deze. Ja. Dit is het Spectrum deck. En ook voor het Spectrum deck hebben wij gezegd van ja, we verzinnen een leuke routine bij. Weet je nog? Ja. En degene met de leukste routine die wint het deck. Ook daar kregen we heel veel reacties op. En je moet ze allemaal maar eens nalezen op ons vorige Magic Shop TV deel 60. Daaronder staan alle reacties. En eigenlijk had iedereen wel een beetje hetzelfde idee. Hè? Ja. Eigenlijk komt iedereen met van ja, je kan een hele mooie... Color change of iets dergelijks meedoen. Dus er was niet één effect wat heel erg uitsprong waarvan wij dachten, van, nou, die moet hem zeker winnen. Dus ook hier hebben we alle namen die überhaupt gereageerd hebben op alle dingen, hebben we in de bak gegooid, geschud en eerlijk er eentje uitgehaald. En vertrouw ons, het is echt eerlijk gegaan. En de winnaar van dit deck is Josquin van Elburg. Dus Josquin, voor jou hetzelfde, mail ons eventjes met jouw adresgegevens. En dan komt het spel jouw kant op, helemaal gratis en voor niks. En misschien kan jij er ook nog een leuke review over maken. Dus jongens, onwijs gefeliciteerd. En nou, dat was het. Bedankt voor het... We hebben ook nog wat te doen. 1 of 6, 1 op 6. 1 op 6. Op 6. Hier staat op het doosje 1 of 6. Daar hebben we maar een paar doosjes van. Dus als je dit doosje hebt, heb je echt een collectors item.
Ja, een leuk heel oud trucje eigenlijk al. Heel oud trucje. Het is een dobbelsteen, je mag even met een dobbelsteen gooien om te kijken of het gewoon een dobbelsteen is en dat er niet, verzwaard is. Ja, het is een drie dobbelsteen, dat klopt. Het zit toch ook wel vijf. Ja, dat komt door die man. En een vier. Ja, dat komt door die man. Nou goed, het is een gewone dobbelsteen. Wat je mag doen is namelijk heel simpel. Ik heb allemaal enveloppen. Ik weet niet, is het een beetje in beeld te zien? Ja. Ik heb allemaal enveloppen met 1 tot en met 6. Ja. Ja, ik zal ze hier neerleggen. 1 tot en met 6. Nou, wat jij mag doen is eigenlijk heel simpel. Je gooit de dobbelsteen en de envelop die daarbij hoort, bijvoorbeeld in dit geval had je 5, dan krijg jij de envelop 5. Gooi je nog een keer, dan gooi je bijvoorbeeld 3, dan krijg je envelop 3. Ja. Gooi je nog een keer, bijvoorbeeld 2, heb je envelop 2. Ja. Ja? Blijft 1 envelop over en die is voor mij. Oké. Okay. De inhoud dan. Nou, de envelop die... kan even duren natuurlijk. Het kan even duren. Nou, daar gaan we. Dus 3. Nou. Die is voor mij. Ja, fantastisch. Nog een keer. Die is 3. Blackout, hè? Het is blackout. Allee. 5. Nou goed, dan hou ik uiteraard 2 over. Ja. Dus dat is op zich wel, wel leuk. Maak ze eventjes open, het is een avondvullend programma. Ja. Nou, er zit lekker niks in. Daar zit niks in. En hier zit ook niks in. En hier zit ook niks in. Dat is jammer, hè. Daar zit ook niks in. En u raadt het al. Daar zit ook niks in. Nou, hier zit ook niks in, hoor, dus dat scheelt. Oh. Nee, tenminste, dat weet ik niet. Ik had een kans van 1 of 6. 1 op 6 natuurlijk, maar dat ik deze zou overhouden. Hier heb ik niet aangezeten. Je kan er nog even terugkijken. Ik heb alleen de dobbelsteen erop gelegd. Zou jij van mij willen kijken wat je niet hebt gewonnen? Daar was ik nog nieuwsgierig naar. Ja. Ach. Het is niet zo gek veel. Maar toch een tientje. Maar goed, toch een tientje. En Dit is toch een leuke truc? Dat is absoluut een leuke truc. En het is gewoon een dobbelsteentje, dingetje gooien. Het kan lang duren. Het kan lang duren. Maar het viel daar allemaal mee trouwens. Maar goed, we hebben er even een leuk muziekje onder gegooid. Hey, wordt geleverd zonder bankbed? Oh, ja, dat valt dan weer tegen. Ja, ik zeg het maar eventjes. Dat mis ik. Dus dat zit er niet bij, maar voor de rest heb je alles. Je kent het Nederlands filmpje weer goochelen.nl. En is toch simpel, leuk en werkt altijd. Nieuw in de lijn van de goochelen.nl serie. Dus, deze is voor mij, heb je niet gewonnen, jammer. Ja. Ik zal hem weer terugstoppen, misschien voor de volgende. Dus mocht je in de winkel zijn en je wilt ook eens proberen, kom gerust langs en wie weet heb jij meer geluk. En dat was 1 op of 6. Ja. Dus. Op of 6. Trouwens, even nu we het toch over goochelen.nl hebben. Het is misschien wel leuk om te vermelden vast. 3 januari ben je tussen de 8, 9 en de 14, 15 jaar. Noteer 3 januari, zaterdag is dat, in je agenda. Want dan hebben wij 's middags samen met Robin Matrix van leuketrucs.nl en Roy for Friends van Goochelen doe je zo. En ik zei de gek van goochelen.nl, de 3 YouTube mannen zeg maar. Ja. Hebben hier in de zaak, in Goochelwinkel Heemskerk, hebben wij een hele leuke goochelworkshop dag. Magic YouTube workshop dag. Je leert goochelen, je leert een paar trucjes, je kan Robin en Roy en mij zien als je dat, niet dat je daar interesse aan hebt, maar we zijn er toevallig ook. En Robin doet nog een show en er zijn vrij veel plaatsen, maar toch beperkt zeg maar. Dus vol is vol en je kan je vanaf nu kan je registreren door op de knop te drukken. Moet je eventjes kijken op www.magicshop.nl en dan vind je alle informatie. Ja, misschien voor mensen die nu heel erg teleurgesteld zijn. Ik ben er ook. Natuurlijk! Ja, nee, natuurlijk. Jij bent de drijvende kracht, de motor achter het geel. Nou, proost. Volgende. Ja. Oh ja, het vindt erbij.
Ik ga er even wat mee proberen. Oké. Okay. Heb jij een stift uit? Een stift? Gaan we weer wat weggeven? Ja. Ik heb hier een spelkaarten. Mm-hmm. Het zijn ongeveer de... Ik denk dat het een stuk of 46 zijn. Ja, het zijn er niet zo. Maar pak er eens eentje. Geheel willekeurig? Geheel willekeurig. Okay. Eentje graag. Ja, eentje. Dat is ook goed. Oeh. Wil jij... Ja, ik mag hem niet zien. Ik wil even dat je hem tekent. Ja? Ja. Dat is MTV61. Ja? Ja. Deze verloten. Jouw kaart gaat in het spel. Ja. Ja. Wil jij even je hand ophouden? Welke van de twee? Nee, nou, de goede. De rechter maar. De rechter. En dan leg je je andere hand er even over. Ja. Ja, oké. Okay. Jouw kaart zit erg in het spel. En ik ga proberen die kaart er uit te halen. Oké. Okay. Dus ik moet er even een klein beetje bij. Had je... Even kijken, hoor. Was het de hartenkoning? Nee, hij lijkt er niet eens op. Die was het niet? Nee. Oké. Nog eentje proberen. Dit wordt ook een avondfilm. Was het de ruiter 6? Nee. Het was, maar het ook niet? Nee, was het ook niet. Dan lijkt het wel of jouw kaart verdwenen is. Trouwens, niet alleen is jouw kaart verdwenen daar zo, maar het hele spel is verdwenen. Nou, slecht nieuws. Ik heb slecht nieuws voor je. Dat is niet gelukt. Ga maar kijken. Ja, maar dat... Dat is een raar spel, hè? Dit is ongelooflijk. Nou weet ik dat het ook misschien door die mat komt. Die mat die heeft ook wel dingen dat je... hij is weg, jongens. Het is een doorzichtig... hij is weg, hè? En uiteraard kun je dan de gesigneerde kaart vandaan halen waar je maar wilt. Ja, maar dat doen we nu niet, hè? Nee. Maar die gesigneerde kaart... Ja, normaal haal je bijvoorbeeld uit je achterzak of uit je broekzak of wat dan ook. Leuk! Het is volgens mij niet nieuw. Nee, het is van Joshua J. Hij heeft het al een keer eerder uitgebracht. Toen was het in no time uitverkocht. Ja. Phantom Deck. Ja. En daarna hebben ze nogal problemen gehad met de fabricatie vooral. Ja. En daarom heeft het zo lang geduurd voordat hij er weer was. Ja, maar ze zijn er weer in het ziet er heel mooi in grote getallen. Het ziet er prachtig uit. Want als je daar een kaart op legt. Oh, werkt dat zo. Kijk. Ja, maar je hebt als toeschouwer heb je serieus... Niet in de gaten. Niet in de gaten dat jij... ik wist natuurlijk wat er ging gebeuren. Ja. En toen je het in mijn handen legde, dacht ik, nee, dat kan niet. Je hebt het. Het is het. Het ziet er heel gaaf uit. Ja, het ziet er heel goed uit, absoluut. Dus geweldig, leuk. Ik vind het blijft toch een leuke truc. Je kan het leuk combineren eventueel nog met die met het Omnidek, hè? Ja. Dat Omnidek is zeg maar een plaat, dus dat het spel dan ook nog eens. Gewoon één dik blok. Één dik blok. Maar dit is natuurlijk ook heel fraai. Nee, dit is het waait niet echt lekker, maar. Nee, het waait voor een meter. Je zou eens kunnen poederen misschien. Nee, niet. Maar het ziet op zich geheim uit. Ja, nou, hartstikke gaaf. Hartstikke gaaf. Mooi gemaakt. Ja, absoluut. Hey, zal ik, als jij nou weer eventjes, zullen we een deck review doen? Ja, dat is goed. Dan ga ik even aan de kant en dan zet ik even de deck review camera aan. En dan ga jij weer even links, rechts, boven, onder draaien enzovoorts. Ja. Ja, dan ga ik even aan de kant, dan pak ik even de deck review camera. Ja, ja, dat is goed. Ja, ik heb hem. Ga even opzij, ja, naar links, ja. En dan toch weer een stukje naar rechts, naar beneden, iets omhoog nog, ja, één plankje omhoog, dan nog drie deks naar links, ja, stop! Fantastisch! Je zat er precies tussenin. Het Rundek. Ja. Nou, vertel er eens wat over. Nou, dat is het Rundek. Nee, Het is wel mooi verpakt. Ja. Een mooie kaart. Ja, dan moeten ze wel even goed bij elkaar houden natuurlijk, dat we wel weten welke is. Ja, een Rundek. Zal ik het doen? Ja, doe maar. Je hebt het vorige keer natuurlijk niet nog meer gedaan. Het Rundek is een uitgave van, niet van Bicycle. Niet van Bicycle, nee. Het is geen Bicycle kaart. Ze zijn wel gemaakt zeg maar, door de Bicycle fabriek, zeg maar. Maar ja, goed, alle kaarten uit Amerika komen volgens mij van de Bicycle kaartfabriek. Ze zijn gemaakt door, het idee is ontworpen van Murphy's Magic.
Dat is eigenlijk de groothandel in de Verenigde Staten. En zij wilden een deck maken, een beetje gambling-achtig spelkaart. En nou ja, goed, dat straalt het ook wel een beetje uit, denk ik. Het ziet er gewoon heel fraai uit. Het is een beetje, ja, wat is het, donkerrood. Het is denk ik op camera misschien een beetje slecht te zien. Hè? Die belichting is wat anders. Het is een beetje donkerrood, lichtbruin. Ja. En ja, daar staat dan een dollar teken symbool op. En dit is de... Children. Ja, maar deze wat duurder. Ik weet even uit mijn hoofd niet hoe ze heten. En dit is het gewone run deck. Ja. Dus, nou ja, goed. Ja, fantastisch. Ik vind de kleur van de pips vind ik heel gaaf. Oh ja. Echt heel gaaf. Dus de zwarte kaarten zijn gewoon ja, zwart, zeg maar. Met een beetje gouden randje. En de rode kaarten die zijn oranje. Ja, een beetje, oranje-rood. Ja. Dus dat is op zich wel heel erg gaaf. Dus ja, het rundeck. Fantastisch. Ja. Er zijn drie verschillende rundecks. Dit zijn er twee. Er is nog een derde rundeck. En ja, sorry, de naam heb ik even hieronder staan, want ik weet ze niet uit mijn hoofd. Maar de derde die is heel zeldzaam. Die is in principe niet te koop. Die kan je alleen, ja, hij is wel te koop denk ik, maar hij is niet te koop voor de normale prijzen, zeg maar. Nee. En ja, wij hebben er een paar liggen. Top. Wij zijn de trotse eigenaars van een paar van die decks. Dus wie weet dat we ze ooit nog eens een keer te koop aanbieden, dat weet ik niet. Vraag ons naar de volwaarde. En nou ja, goed. Oh, wat ook nog heel erg leuk is trouwens. Moet ik even kijken hoor, of dat bij deze ook zit. Ja. Ultimate Three Card Monte, Find the Ace, Chase the Ace. Ja. Het zijn allemaal termen voor één en dezelfde truc. En die zit er ook bij. Ah, okay. Dus je krijgt de speciale kaarten. Waar je Chase the Ace... Nee, niet... Ja, Chase the Ace, Ultimate Three Card Monte, Find the Lady, mee kan doen. Dus je krijgt er ook nog een truc bij. Ja. Ja, en als ik me niet vergis, en dat weet ik zeker, de routine ja, staat hier aan de binnenkant van het doosje staat een URL, een internet link. En als je dat intikt, dan krijg je ook de uitleg nog eventjes te zien. Ja. En dan kijken of het verschil is. Nee, dus het run deck. Ja. Ja? Nou... Eerst op zijn zijwaarts in het doosje. Ja, dat is weer heel raar. Dat is heel erg wennen in het begin. Ja. Maar het is wel geinig hoor. Dus, en het zit dan nog weer in een heel mooi hard kartonnen doosje. Ja, en dan als het goed is komt deze uit de gouden en deze uit de zilver, hoop ik. Het rundek. Yes! Nou! Nog een Tenjo. Geven we die kaart van mij ook nog weg? Welke kaart? Nou, ik had toch ook een kaart gezien, hè? Ja, alsof iemand die wil hebben. Ja, voor degene, mam, als je zit te kijken, zet er even bij dat je hem, kijk hier, is hij, ja, is NTV 61 namelijk. Oh, ja, NTV 61. Ja, NTV 60, dus mocht je hem willen hebben. Je wil gewoon elke keer een kaart laten zien. Nee, dat niet, maar toevallig twee keer op een rij. Ja. Nou, als iemand deze kaart wil hebben, denk ik niet, zet het er maar bij en dan sturen we die ook wel naar je op. Dan hebben we de vier nieuwe Theo's binnengekregen. Dit is Fama. Ja. Dit is Dat staat erop, hè? Nee, ik... leuk. We hebben ze al eventjes heel kort, vorige keer hebben we het al heel even aangehaald, zeg maar. Kijk even op de website, daar staan de filmpjes op. Voor de mensen die hem gekocht hebben of die hem willen kopen. Ik krijg heel veel vraagjes van, ja, er zit geen Engelse beschrijving bij. En mijn Japans is net niet zo sterk, want je kan zien dat er allemaal Japanse tekens en zo. In het doosje zit een beschrijving en op de achterkant van de beschrijving staat een link naar de uitleg. Engels. Ja, Engels, ja. Ja, maar ze zijn eigenlijk vrij makkelijk, als je het mij vraagt. Dus, nou, laat even zien hoe makkelijk het is. Ja, ik ga je deze laten zien. Dit is Magic... Alchemy. Oh, nee. Sorry. Goed, het werkt met een bal. Ja. En twee zwarte plaatjes die je natuurlijk op deze mat bijna niet ziet natuurlijk, want het is goed in de vermijd. Hey, moet je eens kijken, dit is een houvast, dit is een knikker. Ja. Is een massieve bal. Is hij zwaar? Ja, hij is zwaar. Hij is wel zwaar, hè? Als je hem erop tikt? Zie je? Dus dat is een massieve... Ah, fantastisch. Het is een echte massieve bal. En ik heb hier een plaatje. Je mag eventjes die aan mij geven. Ik ga hem niet wisselen of zo. Wat ik namelijk ga proberen, met nadruk op proberen, ik heb het nog nooit gedaan, is ik ga dat balletje pletten.
pletten. Nou, pletten? Leuk. Vraag me niet waarom ik het ga pletten, maar dat lijkt me wel grappig. En daarvoor leg ik deze hierop. Mm-hmm. En als ik dan een klein beetje zo druk, als het goed is. Ja, kijk eens. Dan is hij hartstikke geplet. En dan is het als het ware een, wat is het? Een soort plaatje geworden. Ja. Zie je? Helemaal plat. Helemaal plat, helemaal plat. Nou, daar kan je natuurlijk niks mee. Dus het leukste is, als je die in je vinger houdt, in je hand houdt, die wrijft een keer. Je maakt een magische beweging, dan maken we daar. Dus, hoe maak je 2 euro? Ja. Van een bal. Van een bal. Dus 2 euro's worden van een bal gemaakt. Ja. Dan ga je natuurlijk niet. Ja, toch? Ja. Dat is heel simpel. Als je een klein beetje kan goochelen, zou je eventueel die 2 euro kan je dan nog uit handen geven. Dat heb ik nu niet gedaan, ik heb het niet goed voorbereid. Nee. Zoals alle trucs hier. Ja. Maar ja, dit is 1 van de 4. Ja. Het zijn een beetje om de aan te geven, ja, wat zijn Tenjo's een beetje, wat voor soort trucjes zijn dat nou. Dat soort leuke trucjes. Ja. Heel visueel. Er is er eentje met een vlinder, die is ook heel leuk. Je hebt 4 kaartjes met allemaal verschillende kleuren vlinders erop. Toeschouwer mag een kleurtje noemen. En dan in een leeg doosje verschijnt een gekleurde vlinder. De kleur die de toeschouwer genoemd hebt. Dus met je wel leuk. Butterfly. Leuk principe. Ja. Ja. Security lock, geloof ik. Ja. Iets dergelijks. Ja, fantastisch leuk. Hier hebben we al heel erg om gelachen. Ja. Want wij hebben een variant gemaakt, maar dat ga ik je niet laten zien. Als je in de winkel komt, moet je maar eens vragen om die variant. Je doet een kaartje in een hoesje en de toeschouwer krijgt gewoon dat kaartje er niet uit. Nee. En daarna zeg je, wat is het probleem? En dan haal jij het kaartje uit het hoesje, niks aan de hand. Dus die is ook superleuk. De Great Escape of zoiets. Juist, zo. Hey, ja, dat allemaal. Theo kent er hier, hoor. De Great Escape 2015. Dit is ook heel leuk. Een houdertje, gaat een plaatje in. Leg je een dobbelsteentje op het plaatje. Doekje eroverheen. Je ziet door die doek de dobbelsteen liggen. En die dobbelsteen zie je gewoon door het plaatje heen smelten. En die komt aan de onderkant weer uit. En alles is in theorie te onderzoeken. Ja. Tenminste, zolang ze niet CSI-achtige praktijk gaan doen, is het allemaal te onderzoeken. Nou, volgens mij zijn we er helemaal doorheen. Ja, dus. Inderdaad. Goed. Nee, ik heb ook niks meer te zeuren. Over 2 weken is het in principe de laatste aflevering van het jaar, denk ik. Ja, ik denk als dat we het niet vergeten. Als we het niet vergeten. Als we het wel vergeten, excuus alvast. En nou, jongens, bedankt weer onwijs voor het kijken. Ja. Vergeet je niet te abonneren. Dat doe je door op die link te klikken. Die rechtsboven bij Gert zit. Zie hem zitten. Staat er de hele tijd al. Dus, bedankt. Tot de volgende keer. Doeg! Doei!